Morgen, ik ga even de jongen te helpen, hè. Met ja, dat is handig, open, ja, handig, ja. 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 Zo, die beste chef verkoper hier. Ja. Ja. Leuk? Ja, best wel. Want is dat vakantiewerk? Ja, zeker. Oké. Okay. Maar ook normaal in het weekend, maar nu is het ook een hele week. Oké. Okay. Leuk. En wat verkoop je allemaal hier? Ja, kijk maar. Pakketjes, roomijs. Oh, ik zie het, ja. Chips, hè? Ja, en water en... Wat doen we eens verkocht, jong? Hm? Wat wordt het meest verkocht? De schatkistjes. De schatkist. Ja, dan zagen we daarnet zagen we dat drie meisjes met de schatkist. Ja, daar zitten stickers in. Dat is het populairst. Oké. En best iedere dag hier? Nee, niet iedere dag. Er zijn nog veel andere kinderen die willen ook graag werken. Nee, ja, 3 euro betalen. Moet je ook een entree betalen dat voor de mens? Ja. Ja. Kom maar, chef. Ja, dat is gewoon. Je moet voor dit jaar entree betalen. Ja, van 3 tot 15 jaar 1 euro. Dat is een kuipje toch, of niet? Is dat een kuipje of niet? Ja, dat is zeker zo. Hoi! 2 jonge dames. Kijk. Yes. Kom, kan ik lekker spelen, meiden? Ja? Doe altijd. Alsjeblieft. Hoi, kom. Hoi. Ja, leuk jong. Hey, zullen we het ook even mix in, dit een paar uur zien? Achter de toog gestoord van de balie. Ja. Ja, zo is dat kennen, denk ze. Ja, jij? Ja. Ja. Ik moet hier werken. U was een balie wel, meneer Limburg. Zing met mij een lied, of morgen weer. Ja, zing met mij een lied, tot het de wereld beter geeft. Ik vond me graag voor de baan geheet. Ja, ik snap het ook niet. Ja, wij zullen dat nog kunnen oplossen. Nou, het is een open hand, Ton. Volgens mij op Regaaf wat... wij dit kunnen gaan oplossen. Als ja. Deze week zag ze ook in alle journaals Jan erg goed wat er eigenlijk allemaal gaande is. Ja. En de problemen met de anderen. Ja, en ik heb de crisis niet van even op één dag opgelost. Nee. En de Lubo op het tafel terug en dan dat te vrije en dat te vrije Lubo en ook lastig. Nou ja, en ze willen ook bedrijf van heb ik jou daar. Ik zou het niet willen doen, ja. Dus als we een gezin hebben dan de ganse Klimbim, dan ben je toch flink in de aap gelogeerd. Maar, ja. Maar het gebeurt zelfs al hier bij de gemeentepolitiek. Er zijn nog jullie die bedreigd weer. Ja. Natuurlijk niet zo ernstig is. We hebben dat net gemaakt toen met Jodie Jong, de woorden ook grote bedreigd. Ja. Maar, ja. En, weet je, maar het is ook zo dat anoniem alles op dat Facebook en dat Twitter, dat ken eigenlijk gewoon niet. Nee, maar ik denk dat toch wel in de kern zit van de ellende. Hè? Ja, alles wordt gespuit op de socials. Dat is echt de kern. Maar had ze verwacht dat Rutte zou opstappen, Tom? Nee. Nee, ik denk dat je... En Lotte van Jaarlijk zegt, ik weet het nog steeds niet. Ik heb nog steeds betwijfeld. En dadelijk bleek dat toch die opvolging toch niet is wat het is. Ja. Dat ze weer een beroep op hun doen. Ja, nou, die kans zit er zomaar in. Ah, wens ze niet. Maar Lotte van Jaarlijk zegt, Rutte heeft in de opgelost, maar een derde en ook, daar was dat ook niet op. Nee, maar dit is te veel. Ja. Even helpen dat stuur trekken, voor de bocht om te komen. Er is te veel gebeurd de afgelopen jaren, wat ze niet hebben opgepakt. Ja. En, dat is ook zo. De lueur, wat ik zeg, er wordt zo nagekeken of ze er wel recht op hebben. Ja. En wat die toeslagen af, ja, ik geloof dat er 1500 man dagelijks mee bezig zijn om te kijken of ze nu recht hebben op de toeslagen. Ja. Dat denken jongens, als je dat geld weg dan en op de 3 jaar wat die nu bezig zijn, die 1500. Ja. Die salarissen, zitten jullie allemaal ook aanbetaald. Dat, en dan die arme Lucas wat in de ellende zitten. Ja. Dat vind ik eigenlijk niet des Nederlands. En hier, ja, je hebt ze alle landen ook, die hebben nog steeds de naweeën van de wateroverlast van 2 jaar geleden. Hè. Ja, dus dat is niet opgelost nog. Hè? Maar ook, zeg ja, dan zouden we ruimhartig gecompenseerd worden. En nu beginnen ze weer als slecht uit te leggen. Ik hoor dus ook zeggen, de auto wordt nu wel vergoed, maar de motor niet. Ja, snap je dat? Omdat er 2 rijen rijden. Maar dat vroeg zich af, wij hebben die regels gemaakt daarboven. Dat snap ik gewoon niet. Wij hebben stappen dag.
Ik zeg, ze proberen dingen uit te zoeken zodat ze maar niet hoeven te betalen. Dat geeft een, dat maakt de luid dingetjes te kort. Maar ja, maar ze zijn ook heel veel bedrijven die door over de kop gegaan zijn. Ja, ja. Het heeft veel te lang geduurd, ja, dat het allemaal opgelost werd. Ja, ik heb wel veel ondernemers gesproken in de Valkenberg. Ja, daar wordt ze allemaal niet vrolijk van te horen. Goeiedag. Ja. Ja, je mag alles vragen. Kijk. Dan mag ik, ja, je mag absoluut door. Excuses. Goeiedag. Zeg, jij op vakantie? Ik ben altijd op vakantie. Je woont eigenlijk gewoon? Ja, ja. Heerlijk ook, hè. Ik ga even de microfoon even verroten. Ja, wat is dat voor vragen mogen? Heuveland vandaag. We zijn een programma aan het maken. Dat is Jos Gezang en Gezwegen. Ik ga hem wel even vast. Oh, goed. Gewoon, dan kwam ik even die. Oké. Gezellig. Je bent niet van hier, toch? Nou, ik ben in 49 in Maastricht geboren, maar daarna was ik al snel weg. Ja? Maar ik ben weer teruggekomen. Oké, geen zin meer in Maastricht. Nou, ik vind het hier heel mooi, maar dat was gewoon door omstandigheden van je ouders. Ik ging weer terug. Ja, ja. En nu, ik ben als enige van een gezin van 6 nu teruggekomen hier. Oké. In de periode dat Libertel was opgericht. Ja, oh, dat toen ben is ik hier, aan de bak gegaan. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja. En dit is een hele goede collega. Ja, een collega van Libertel. Zeker, ja. Nog steeds. Ja. En zo 1 keer in de week samen gaan wandelen? Nee, 2 keer per jaar. 2 keer per jaar? Okay, ja, okay. Lunchen we, praten we een beetje bij. Ja, ja. Mooi, dat is wel leuk. Ja. Ze worden oude herinneringen opgehaald, zeg maar. Ja. Zeker. Ja. Dus ik woon hier sinds 95. Oké. Okay. Dan kom je van hier vandaan. Waar kom jij vandaan? Dat is vrij, man. De basis van Pinkpop. Gelee. Ja. Dat is mijn tijd, Pinkpop, toen was ik geleen. Ik kan het nog redden, 25 euro. Zo'n hele dag. Schulden. En ja, dit is uitgegroeid tot iets ontzettend groots. Ja, jij, dat is wel nog even met de collega's. Vroeger wordt het meer op de Sinterbaan, hè? Familiëler. Ja. Het is nu te professioneel geworden soms. Ja, en dat denk ik. Ontzettend. Ik kreeg gewoon in de straat. De straat even langs de woonde Schmeet met zijn kantoortje en langs de Pinkpop. Ja. Dus nu slepen we wel in de straat en Gelein wordt gezellig. Ja. Maar sinds dat het uit Gelein is gekomen, ben ik nog in de Pinkpop geweest. Dat is ook heel veel van die dingen gebeurd. Je had van de straat gewoond. Ik zag jullie zo dan allemaal in de tuin. Dan komen dromen mensen langs. Zeker, zeker. En nu is het zo commercieel geworden. Maar als jullie zo wandelen weer 2 keer per jaar, zeg je, waar praten jullie dan over? Waar hebben jullie het dan met elkaar over? Met name over de kinderen natuurlijk. Want hij zit in een wat andere leeftijdsgroep als ik. Dus ja, je hebt kleinkinderen, dat wil je, maar hij heeft kinderen die ook studies volgen en slagen. En er is heel veel te delen eigenlijk. En dan praat je natuurlijk ook wel over de werkzaamheden, maar in veel mindere mate. Aan de dagelijkse zaken. Nou, het kabinet waarschijnlijk. Dat kabinet valt toch. Dus, Nee, het is goed dat er een frisse wind gaat rijden in Nederland. Ja, zeker. Ja, dus dat ben ik ook helemaal met je eens. Alleen iedereen vertrekt nu. Wilders moet eigenlijk ook nog weg. We hebben meer dan 20 jaar al in de Tweede Kamer. Er moet frisse wind komen, hè? Ik denk dat dat goed is voor Nederland. En wat minder polariseren, wat meer samenleven en samenwerken. Maar er is ook een behoorlijk veel aan de hand, hè, op dit moment in Nederland. Hè? Gigantisch veel dossiers wat ze op moeten pakken. Moet ik daar iets over zeggen of niet? Graag. het is niet zo moeilijk. Nee? En? Doorpakken. Het enige wat ze moeten doen is accepteren dat er altijd fraudeurs zijn. Ja. Je kunt het niet dichttimmeren. Dus accepteren, mensen uitbetalen. Als je dan die 10.000 mensen van de 100.000 die wel recht hebben. En die aanpakken. Ja. En dan alles afpakken. Ja. Dat is precies het ding. Accepteren. Ik net in de auto ook zag. Je kunt het niet dichttimmeren. Alleen van de toeslagenaffaire. Geloof ik zijn 1500 ambtenaren dagelijks bezig om die dossiers te kijken. 3 jaar lang. Ja. Ik zag een header staan. Hè. Ze hebben heel veel gedaan voor de sigarettenbusiness. Ze zijn toch de rijkste ter wereld, of niet? Ja. Dat hebben ze vandaag wel gevonden. Ja. De Maasje, of niet? Ja. Dat bedoel ik. Ja. Dus die kun je ook niet dichttimmeren. Even los van het probleem. Ik denk dat er wel 2 zaken zijn die belangrijk zijn. Dat er toch iets aan de grondwet gebeurt. Want
20 fracties in de Tweede Kamer. Daar werkt gewoon iets. Zeker met al die problemen die we hebben. Dat is één. Ja. En een premier mag gewoon niet twee keer meer als vier jaar gewoon aan achter het stuur zitten. Een systeem, zeg maar. Nou, dat hoeft nog niet eens. In Frankrijk hebben ze 2 x 5 jaar. Ja. Maar dat moet gewoon, ik vind 13, 14 jaar vind ik gewoon veel te veel. Ja, ja, ja. En dat zie je toch, want de mensen, niet dat ze hem niet respecteren. Ik respecteer hem echt heus wel. Mm-hmm. He, want het is niet niets waar je voor staat, nee. Maar je moet toch je ook leren aan te passen. Hetzelfde geldt voor de sociale media. Iedereen gooit er maar uit en schrijft er maar neer wat maar kan. Ja. Dat, die wetgeving moet ook daar aangepast worden, want daar hoort de begrenzing bij. Mm-hmm. Vrijheid van meningsuiting is prima, maar je gaat niet iedereen, weet ik nog, wat uitmaken voor hacks, weet ik veel. Dat ze totaal geen idee hebben wat ze met die social media aan moeten. Hè? Er zijn nog geen goede richtlijnen nog voor mijn gevoel. Ja, ja, maar dat kan toch ook niet. Want als dit dichtgooien, hebben ze de volgende keer iets anders. Komt een of andere Musk, die maakt dat weer dit, doet dat weer. Dat kan ook niet meer tegen. Kijk, ik weet niet wie jij bent, hè. Maar misschien ben je wel met een masker op. Mm-hmm. Want ChatGPT, je hoeft maar een stem te horen, gooi het maar erin. Ik weet het niet meer. Ja. Hè? Ja, ben je wel echt? Maar dat is wel de problematiek. Ja, maar dit is toch heel moeilijk te vatten. Ja, is dat is toch heel moeilijk. Dat is toch tegenwoordig. Kijk, ik zeg nogmaals, dat de techniek voor Oetschep is prima. Kijk, ik ken nog Ben dat wij met deze telefoons kunnen sms'en. Ja, en betalen per seconde. Ja. Zijn directeur, die heeft pannenkoek, zei over een half jaar kunnen we daar foto's mee maken. Iedereen lacht hem uit. Ja. Hadden we wel een fotoapparaat op het ding staan. Ja. Ja. Hoe snel gaat de techniek? Waarom heb ik 5G nodig? Die data is om nog sneller tv te kijken. Discussie nog van geweest over dat 5G, ook een hoop discussie van geweest. Ja, maar discussie was een ander ding dat het schadelijk was. Ja. Dat is het anders. Ja. Daar heb ik niet in zo, maar dat is bewezen dat het niet is. Want de magnetron van jullie is nog veel schadelijker als die 5G. Mm-hmm. Maar ik denk, de techniek is goed, voor sommige dingen is het nog heel goed, maar niet voor alles. Die ontwikkeling, dat zegt ze zelf, 3G, begon 4G, 5G. Is de ontwikkeling en de techniek nu wel allemaal zo goed voor ons? Ja, je moet wel bijblijven, maar ik weet niet, kijk, of het goed is, weet ik niet. Maar dus, veer als Nederland, hè, zijn gewoon poep verwend. Met alles. Want als er wifi niet heet, dan voor stress. Waarom? Kijk, ik gewoon, zei gewoon dat ik op vakantie, veer werk op de camping. Ja. Daar heb je geen wifi. Die kinderen hebben toch gespeeld. Ze zijn allemaal 23 en 21 geworden. Nee, dat is het, ja. Maar ze zijn zo poep verwend met alles. De wegen zijn zo mooi. Ja. Als een Belg gijs of een Duitsland gijs, is het gewoon kut. Altijd aan de weg aan het werken. Altijd slecht. En we zijn gewoon te verwend. Ik denk de grote uitdaging is qua technologie, want het gaat heel snel. Het gaat steeds sneller. Dat je eigenlijk feitelijk altijd een balans moet vinden. In de zin van de voor- en de nadelen goed afwegen. Ja. We weten allemaal precies wat er met het klimaat is gebeurd. Dat is eigenlijk allemaal heel erg in de picture gekomen na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Maar als je ziet dat de gemiddelde leeftijd behoorlijk stijgt. De gemiddelde leeftijd is zeker 15 jaar voor de ouder. Ja. Als je kijkt naar de gezondheidszorg, een operatiekamer vanaf zeg maar begin 1900 en je vergelijkt het met nu. Ja, dat wordt driedimensionaal met glasfibers gaan ze je naar je hart toe. Ja, ja. We kunnen met nanotechnologie. Ja. Dus er zijn ook hele grote progressies die worden gemaakt. Bij sociale media is dus dan, het is ook wel fijn dat je het hebt, maar de mensen zijn mensen. En die houden niet allemaal, die weten niet meer wat fatsoen en respect is. Hè? Maar vind je ook niet dat de overheid de burger te veel is een pamperen? Als ik zie wat gaat gebeuren, je mag bijna niks meer. Overal, ik zou in feite nu al gezegd, je moet geen vlees maar eten. Zijn we niet door aan het draaien? Nou, ik denk in een aantal aspecten ten aanzien van verduurzaming zijn we wel degelijk ook aan het doorstaan. Maar je moet gewoon eigenlijk continu. We zien het eigenlijk zelf wel waar die balans is doorgeslagen. De Nederlandse landbouw, de meest ontwikkelde ter wereld. Ja, maar, maar we hebben wel, wij gebruiken er wel niks van, hè? Nee. Kijk, maar laten we eerlijk zijn, die koeien komen bijna niet meer buiten. Die zitten in een stal. Ik lijk me toch nog een kleine kijk, ik heb om makkelijk van lullen. Die stikstof af te vangen. Ik ga liever bij de boer betalen 5 euro meer voor een kilo. Dat wil ik liever. En dan haken we onze eigen koeien. Ja. En laten die andere koeien maar in het buitenland zitten. Maar dat willen ze niet, want die mensen willen ook veel geld verdienen. Ja, ja. En ze zeggen dat die boeren hebben wat slecht, hè? Ze zijn allemaal miljonair, allemaal steenrijk. Alle boeren, want ik weet van wie, ze komen uit de boerenbusiness. Die klagen altijd, maar iedere ondernemer klaagt. Ik denk dat we gewoon dicht bij elkaar moeten blijven, elkaar helpen als nodig is. En genieten van het leven. Back to basic, zeg ik altijd. Ja, gewoon. En je hebt kinderen, je hebt kleinkinderen. Ja. Het is gewoon geweldig om te kunnen leven. Ja.
En positief blijven. Zo. En iedereen heeft geen ongeschonden jas aan of iets dergelijks. We maken allemaal wel wat mee. Ze zeggen wel eens heel mooi, ieder huisje heeft een kruisje. Ja, ja, maar het is gewoon proberen te genieten. Ja. En ja, elke dag als kan. Mooi, nou. Positief blijven. Dat zijn wijze woorden. We gaan weer afsluiten hier. We gaan lunchen. Goed, dankjewel. Ja. Laat jullie het goed. Dankjewel. Tot ziens. Allee, ja. Hoi, hoi. Hoi. Zing met mij, een leed, hoort morgen weer. Ja, zing met mij, een leed, tot het weer.